Vandaag spreek ik jullie toe vanaf de trap. En dan weet je het wel, hè? Als ik jullie toespreek vanaf de trap, dan gaat er wat gebeuren. Oh ja. Nee, weet je, ik geef graag het goede voorbeeld. Ik geef graag het goede voorbeeld. En ja, de mensen verwachten dat ook van mij. Snap je? Maar ja, hoe pak je zoiets aan doorgaans, weet je? Nou ja, neem een voorbeeld aan mij, weet je? Ik doe minimaal per dag 1 goede daad. 1 goede daad. Minimaal. Snap je? Net als gisteren bijvoorbeeld. Gisteren stond er zo'n wijf, plomp verloren bij de bushalte. Ik denk, die ga ik helpen, godverdomme. Dus ik ren er naartoe. Ik zeg, waar moet je heen? Ze zegt, Den Haag Centraal. Ik zeg, ah, man, dat is hartstikke makkelijk. Ik zeg, zie die straat hier? Zie die straat hier? Huh? Die loop je uit tot de eerste. Ga je bij de eerste, ga je naar rechts. Ga je bij de eerste naar rechts, ja? En dan ga je de eerste links. Ja? Kom je bij een lange laan langs het bos? Langs het bos? En die loop je uit. Die loop je uit. Tot het eind van het bos. En weet je wat jij dan doet? Ga jij lekker naar rechts. Dan ga jij naar rechts. Je zou hem in principe ook over kunnen steken en dan doorlopen. Maar ga je een woonwijk in, dan moet je weer door de bossen. En de kans dat je dan in je kut wordt verkracht en verdwaald, die is aannemelijk. Dus dan moet je niet doen wat jij doet. Je gaat naar rechts, ja. Ga je lekker naar rechts, ja. Bij de eerste grote kruising, pak je hem links. Pak je hem gelijk links, ja. Kom je bij de rotonde, ga je weer links. Huh? En vanaf dan is het appeltje eitje, is het alsmaar rechtdoor. Alsmaar rechtdoor, een minuut of 20, 25, loop jij rechtdoor. Tot aan het Malieveld. En dan loop je nog een stukje rechtdoor. Nou, dan loop je zo tegen Centraal aan. Nou ja, en hoe blij die mensen dan zijn, weet je. Dat wijf, die begon al te rennen voordat ik überhaupt was uitgeluld. Snap je? Dus zo blij zijn ze dan, weet je. Ja, en daar doe ik het allemaal voor. Daar word ik zo blij van. Zo rol ik.